Hallo en welkom terug bij aflevering 10 alweer van Nieuwe Schuur, Hok of hoe je het maar wil noemen, bouwen. We zijn nu inmiddels zover, of ik ben inmiddels zover om het plafond te gaan doen. Nou, daarvoor heb ik natuurlijk eerst weer een hoop isolatie nodig. En gipsplaten. Nou, ik ga natuurlijk beginnen met isolatie. En dan gaan we weer verder met andere stappen. We gaan nog stopcontacten gaan we nog plaatsen. Ga ik nog plaatsen. En dan nog deuren maken. 3 stuks om wel te zijn. 3 dezelfde, dat is wel makkelijk, want ik heb. Want ik heb expres alle kozijnen even groot gemaakt. Zodat ik straks 3 precies dezelfde deuren kan maken. En ook maar 1 keer af te meten. Kan ik alles in 1 keer zagen. En dan in elkaar schroeven en dergelijke. Goed, dat later. Eerst maar even de isolatie. En daarna het plafond erin. Ja, dan kijken we wel weer verder. Veel kijkplezier. Dat zit erop. Jongen, waarom neemt dat nou zoveel tijd in beslag? Hè? Nee, het zit er eindelijk in. Nu ga ik weer opruimen hier, want er is één grote piepschuim gebeuren. En dan kan ik eindelijk het plafond beginnen. Zo, nou ben ik even begonnen. Nou heb ik hier de eerste plaat had ik hier al even ingezet. Boven mij hier zo, daar. Nou, je ziet het al. Dat is natuurlijk geen porum. Ik had gehoopt dat ik het over de lengte, of over de, ja, over de lengte eigenlijk de gipsplaten kon plaatsen. Want dat gaat lekker snel. Nou ja. Want dat gaat lekker snel. Maar dat gaat hem dus niet worden. Nou ben ik aan de andere kant ook even begonnen. Dan heb ik hem precies anders omgezet. Kijk, die zit dan daar. Ja, en dat ziet er natuurlijk veel beter uit. Dus ik ga het zo doen. Het is wel iets meer werk, want dan moet ik allemaal weer balkjes en dergelijke plaatsen. Omdat de balken niet precies 60 centimeter van elkaar af zitten. Dus ja, dat is even iets meer werk. Maar wel een stuk mooier. Nou, laten we eerlijk zijn. Dat is, ziet het er wel leuk netjes uit. Natuurlijk heb ik nog wat gleufjes en dergelijke, maar dat wordt allemaal nog afgewerkt. En ik krijg sowieso in de hoek, wil ik nog plinten hebben rondom om het mooi af te werken. Maar ja, dat veel later. Ik moet het plafond erin natuurlijk. Goed, ik ga vrolijk verder.
Zo, nu hebben we in principe de makkelijke stukjes gehad. En dat zijn de rechte delen. En nu overal nog dat schuine stukje. Dus nog even weer puzzelen. Zo daarmee zit eindelijk het laatste stukje plafond er ook in. Overal zit nou eindelijk gipsplaten. Natuurlijk heb ik overal nog wat gleuven en schroeven en dat soort dingen. Maar ja, dat ga ik natuurlijk later wegwerken. En dan ga ik dicht smeren en alles. Ja, en dan hebben we natuurlijk een mooi plafond. Tenminste, vind ik zelf. Zo, na weer opgeruimd te hebben. Ja, hoort er ook bij. Hè? Dan ga ik nu eerst maar even de stopcontacten plaatsen. Dan heb ik al eventjes hier aantekeningen gemaakt. Ik weet niet of je het kan zien zo, maar ik heb hier een streepje gezet. En hier ook een streepje gezet. Ja, ik weet niet of je het kan zien. Maar in ieder geval dat ik hier nog zo meteen alle stopcontacten op dezelfde hoogte heb. Hè? Misschien ben ik een beetje kritisch. Maar ja, ik wil het wel een beetje netjes hebben. Ja, want je ziet de stopcontacten wel, dus dan is het wel zo mooi dat ze een beetje op dezelfde hoogte zijn. En dat ze ook een beetje recht hangen. Ja, dus ik doe er ook even een waterpasje straks op, dat ik zeker weet dat ze allemaal mooi recht hangen. Nou, dat ga ik eerst maar even doen. Zo, ik heb even alle stroom eraf gehaald. Dan weet ik zeker dat ik geen stroom door me heen krijg. Nou, en dan kunnen deze dingen er natuurlijk af dan. Hè. Dan kunnen we deze hier zo erheen steken. Het voordeel van deze had ook een achteringang. Dan heb je sowieso geen draadjes, kabeltjes of wat dan ook. Nou, hebben we hier een streepje staan. Hè? Dan zetten we hem daar vast. Oh, moet ik wel schroefjes hebben. Schroefjes. Nou, dan gaan we simpelweg gewoon eerst één schroefje erin zetten. Een beetje op het oog dat hij recht hangt. Zo, en dan kunnen we hem al een beetje bewegen. Misschien dat we het overdrijven, maar ik wil een beetje waterpas hebben. Zo. Hangt in ieder geval gelijk al recht. Nou, hij is al aangesloten. Dan is het kwestie van het kapje erop. Even kijken, die komt. Zo. En klaar. En dan gaan we ga ik met de rest ook doen. En ondanks dat streepje wat hieronder stond, zie je nou niet meer omdat het kapje eroverheen zit, maar dan krijgen ze het straks allemaal op dezelfde hoogte.
Ja, ik ga ze er even allemaal opschroeven en dan kan ze er allemaal weer op. Stopcontacten erop. Stroom staat er weer op. Alles is getest. Ja, dat is klaar. De stroom gebeuren is nou klaar. Dus wordt het nou tijd om de deuren te gaan doen. Nou, dat ga ik, ga ik dus nu doen. En dat ga ik dus maken van die stapel hout. En dat is eigenlijk hetzelfde hout als de wanden, hè, als dat. Alleen dan is het een beetje dunner. En die anderen waren heel dik. Die waren een stuk dikker dan dit. Deze is mooi wat dunner. Dan worden de deuren tenminste wat minder zwaar. En dat is dik zat. Dus ja. En ik ga de frame, zeg maar, het raamwerk maken. Gewoon met vuur en hout. Daar. Gewoon met vuur en hout latten. Deze zijn 22 mm dik. 50 breed. Dus nou ja. Sterk zat om een paar schroeven erin te kunnen draaien. Dus ik ga aan de slag. Ja, en dan nog voor onder de deuren. Ja, de drempel, zeg maar. Dat beton, hè, wat je dus hè, dat daar ziet. Daar komt nog een aluminium stripje op. Ja, die komt daarop, zodat je mooi het beton beschermd hebt. Ja, anders dan elke keer erin en uit loopt en brokkelt een stukje beton af. En op een duur heb je een hele hoeken eruit. Ja, dat is natuurlijk geen porum. Dus vandaar even een stukje aluminium profiel. Hè? Gewoon zo'n hoekprofiel. Boor ik straks gaten in om vast te zetten. Ja, dat was het. Ja, die ga ik ook als eerste maar even plaatsen. Ook voor de deur. Hè? Als je de deur wil ophangen, dat die niet te laag hangt, moet dat stripje er nog op en dan past het weer niet. Dus eerst die strippen er even op maken. En dan ga ik met de deur bezig. Zo, ik heb even de aluminium profieltjes op lengte gezaagd. Ik heb er even opgezet welke deur het is. Zo even, deur rechts, deur midden en deur links. Ja, puur even omdat er zit toch altijd een beetje verschil in. Ik dacht dat ik het precies hetzelfde had gemaakt, maar bijna hetzelfde. Maar in ieder geval dat je zeker weet dat het gaat passen. Ik heb ook even de gaatjes ingeboord, hè, om dan straks, hoe heet het? De schroefjes natuurlijk erin te boren. Ik kan ze nu even alleen niet plaatsen, want ja, je kan zien, maar het regent pijpenstelen hier. Dus dat gaat hem even niet worden. Dus ik ga nou maar eerst beginnen met de framewerk van de deuren. Thank you.
En klaar is het. Frame klaar. Kan je misschien al zien, ik heb daar nu al een staan. Die heb ik al eerder eentje gemaakt. Dit is mijn tweede. En ik heb 3 deuren, dus ik moet er nog eentje maken. Die ga ik dan ook nog even maken en dan gaan we verder met bekleden en dergelijke. En dan moet natuurlijk al het hout weer gezaagd worden. Die komen in dit geval zo op. Oh ja, en waarom heb ik dit gedaan trouwens? Dat zou ik nog zeggen. Dat heb ik gedaan omdat die planken van mij, als ik 2 zou doen, dan komen ze niet mooi in het midden. Dus dat ga ik niet redden. Dus ik moet ze in 3 doen. Ja, en om nou 2 volle lengtes zo te doen, dan heb je hier zo'n heel klein stukje. Dat is natuurlijk niet mooi. Dus wat ik had bedacht, ik moet toch verzagen. Dus kan ik net zo goed 3 dezelfde lengtes aanhouden. Dus vandaar dat deze hier zitten en deze hier. Zodat ik dus 3 dezelfde lengtes ook vast kan schroeven. Want die komen natuurlijk hierop vastgeschroefd. Ja, ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Goed, ik ga die andere nog even maken. En dan gaan we verder met de volgende stap. Zo, inmiddels ben ik weer. Het is weer de volgende dag. Nou is het mooi weer. Dus nu ga ik eerst even die aluminium hoekprofieltjes plaatsen. En vast is het. Dit is het voordeel van verzinken. Hè? Nou is het nou zo goed als vlak. Blijft er niet achter hangen en dergelijke. Nou prima zo. Zo, de hoekstripjes zitten erop. Goed, ik ga weer verder met de deuren zelf maken. Zo. Beter even omdraaien. Zo, hoppa, klaar alweer. Nou, en dan ga ik eerst weer een heleboel hout zagen. En dan kan ik dat er weer op maken. Ook voor de deuren ga ik aan de onderkant, hè, dit is mijn onderkant. Dit is de scharnierkant voor mij. Maar ook aan de onderkant hier ga ik weer 2 centimeter uit laten steken. En net zoals uit de buitenwanden. En dat het mooi over het beton heen gaat, zeg maar. En ja, en hier laat ik hem zo ver uitsteken dat het straks mooi uitkomt. En in mijn geval is het 1,5 centimeter. En dan heb ik hem aan deze kant, wat je de kopse kant, hè, wat je dus ziet, heb ik straks mooi recht, hè, vlak. Zo, klaar. Grapje natuurlijk. En die onderste heb ik al wel vast zitten, maar ik moet die bovenste allemaal nog vastmaken. Ik ben eerst even aan het puzzelen geweest, hè, zodat ik alles een beetje een mooie lijn krijg. Ik heb al een andere deur al vastgemaakt. Die heb ik eerst zonder video even gemaakt om te kijken of er alles uitkomt. En dergelijke hoe ik het moet maken. Dat is wat makkelijker om jullie te vertellen hoe ik dat ga doen. Ja, die heb ik dus niet allemaal helemaal mooi in 1 lijn, dat wil ik nou eigenlijk wel hebben. En dat is wel zo mooi. Goed, ga ze vastschroeven en dan gaan we verder met de volgende stap voor de deur. Kijk, ik kan het jullie wel even laten zien. Die heb ik al klaar. Nou, je ziet dus, ze lopen niet allemaal in een mooie rechte lijn. Valt op zich nog wel mee. Maar ja. En zo kom ik ook eigenlijk bij
En zo kom ik ook bij bepaalde dingen achter. Dat bijvoorbeeld de handvat. Dat heb ik zo moeten doen. Bij die andere deur wordt het anders. Maar dat pennetje wat hierin zit, dat is te kort. Dit wordt dus best wel dik zo. Ja, dan gaat het niet passen. Langere stiefjes heb ik niet, die zijn er denk ik ook niet. Dus ik heb het op deze manier opgelost. Maar hij sluit in ieder geval hartstikke mooi. Ziet er mooi uit. Ja, zo wordt die andere deur in principe ook. Ja, dan met die uitsparing uit het hout voor die deurklink. Ja, dat is met een rondje, dus ik heb daar een klein stukje uit gehaald. Dat wordt met deze deur anders. Maar dan komen namelijk deze op. Zo wel, hè? Dus ja, dan moet ik een wat grotere uitsparing uithalen. Ja, het is niet anders. Die tussenstukjes zijn niet langer. Misschien zijn ze er wel langer te verkrijgen, dat weet ik niet. Maar deze komt ook een beetje anders uit. Dus, nou ja. Ik ga het in ieder geval oplossen. Nou laat ik hem hier een stuk uitsteken, hier zo. Dan komt dan natuurlijk boven de deur en dan heb je ziet het er mooier uit. Dan heb je geen gleuf aan de bovenkant zitten. Ook aan de zijkant ga ik dat doen. En deze die heb ik zodanig gemaakt. Deze heb ik zodanig uitsteken dat ik mooi uitkom straks in het gat van de deur, zeg maar. Ja, zo ga ik die andere ook plaatsen. Mooi allemaal recht. Ik heb van die kant hier zo nog een stuk uitsteken. Dat zag ik later af. Als ik de deur plaats, dan weet ik precies waar ik het namelijk af moet zagen. Goed, eerst die dingen er allemaal op en dan nog. We kijken ze zo nog allemaal stukjes ertussen maken. Nee, die niet. Alleen deze kant. Ja, en dan de scharnier erop en dan kan ik hem erin hangen. En dan kan ik de rest maken. Goed, dan is het nu tijd om de deur erin te hangen en de rest van de deur, ga ik doen als hij erin hangt, want dan weet ik precies de afmetingen en dat soort dingen. Nou, om te voorkomen dat de deur natuurlijk op de grond terecht komt, doe ik even een afstandblokje, en dit is een 6 mm is, geloof ik, die doe ik eerst op de grond en dan zet ik de deur daarop. Dan kan ik de scharnieren mooi vastzetten, zodra de deur recht hangt natuurlijk. En dan dat blokje er weer aan de weg en dan is hij mooi vrij van de vloer. En dan kan hij als het goed is normaal open en dicht. En dan ga ik de rest doen.
Nou, zoals jullie gezien hebben, wilde het niet echt helemaal lukken. De eerste deur die zat er zomaar in. En deze viel op een of andere manier niet. Nou ja, dan moet ik aan de bovenkant nog een stukje afgezaagd worden. Mijn oude zaagblad kapot. Dus ik moet een nieuwe zaagblad halen. Ja, dat gaat nou niet. Ja, de dag is ook weer om. Dus het wordt volgende week. Maar ja, goed, dan is dat eerst even het einde van deze video. Dan ga ik in de volgende video weer verder met de deuren. En hopelijk dat het dan wel wil. En dan dat ik dan de rest dus gaaf maken. Goed, voor deze video is het dan even over. Dus iedereen natuurlijk weer bedankt voor het kijken. En voor materiaal en dergelijke. Of materiaal, maar in ieder geval gereedschap of stopcontacten en dat soort dingen staan bij mij op de website. Als je er belang bij hebt, wil weten of gebruiken, wat dan ook, kan je ze eventueel bestellen. Voor de rest zou ik zeggen tot de volgende video. Dit was Eagle Down Maakt met het motto, gewoon doen.